snap ook wel dat je niet gestart wordt. Dat is een dom mooi plekje. Oh, kijk, hij is een beetje hoog gespreid. Echt die? Och, kijk eens, dit gaat wel makkelijk. Lekker, hè? Stukje breder, dat is wel lekker. Hans nou! Hans is er. Oh, daar is Hans. In zijn gecamoufleerde kano. Ik drijf boven het water, net als Boeddha. Ja. Kijk nou, het echte picknickplek. Wilbert en Gerrie. Gerrie. Ja, dit is het plekje waar we gaan staan. Gerrie, pak de eieren maar vast. Ja. Wilbert, niet te veel kooltjes. Ja. Blijf hier niet de hele dag. Nee, Wilbert, nee, Michel, nee. Ja, bier wel, ja. Ja, nee, bier is altijd goed, Wilbert. Hey, de bushels. De bushmills, ja. Ik weet niet of dat er nog in zit, maar... Maakt niet uit. Ja, volgens mij wel trouwens. Ziet er wel zo uit. Een bakje oplosprut. Ik wou ook nog de boontjes meenemen, maar dat heb ik maar niet gedaan. Hij heeft ze nog niet op. Ik heb ze nog niet op, nee. Kom dan naar één blikje. Dit was een fijn plekje voor de koffie, maar voor de Biddebong-vergadering zoeken we toch iets anders. Thank you.
En dan was de boel een beetje aan het verkennen. Voor ons kano-tripje. Ja, Gerry en Wilbert. Maar dan moet je wel zachtjes doen hier. Fluisterboot. Nou, tot de volgende week dan. Of die week erop. Die week daarop. Wilbert! Wilbert! Prut! Prut, hè? Volgende keer ben je erbij. Tenminste, ja. Daar gaan we vanuit. Dan hebben we ons 5 mag. 5 ja. Mop. Mop 5. 5 mop. Moet je met Sandra en Gerry in de kano. Wij blijven gewoon in onze eigen kano, dat snap je wel. Ja. Succes! Welkom in de Weerribben. Ik ben hier met masterchef Frank. Ik geef hier eventjes masterclass nasi koken. We zijn alvast de voorbereidingen aan het treffen voor het Ozi-weekend. Hier in de Weerribben. Ja. Ja, goed. We zijn lekker op weg. Ja. De nasi is al klaar. Ja, luxe kunnen we het echt niet maken. Dit is echt gewoon, ja, dit is afzien. Zullen we nog een parasol erbij zetten? En dan de foto voor Wilbert een keer. Kun je die toe-app zien? Ah, wacht even. 1 of 2? Oh ja, die heb ik niet. Ik heb die alleen het korte. Geweldig. Ja. Maar hoe maak ik de foto nou? Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Wilbert, Gerry. Volgende keer kook Gerry, hoor. Zorg Wilbert voor het bier. Zorg Wilbert voor het bier. Wel groot, hè? XX. Of X voor X's, dat lijkt me nog beter, maar ik denk dat we iets langer moeten wachten. Een soort mini-escader. Oh, daar hebben we helemaal een escader. Met z'n 3, nou. Met z'n 5. Maar we gaan ze niet lopen slepen. Nee. Morgen. Best warm zo in die billabongs. Ja, hè? Zo, de mieters. Zo'n windstil gedeelte. Dat is een probleem. Ja, dat scheelt meteen, hè? Dit is weer een mooi stukje, dit. Nee, Frank. Oh, wacht even. Ik heb tijd hoor. Het is gewoon drijvende poor. Dit was bijna een totale berg. Moet even aan de kant. Kijk, Frank die probeert uit die drijvende eilanden weg te duwen. Maar het wordt alleen maar smaller, dus... Het wordt alleen maar lastiger soms. Zo? Nou, dat weet ik niet. Dit is net als, weet je ook weer, Willem Barends. Dan gaat Frank op zoek naar de noordelijke doorgang. Zag je er maar een staatsbos ben je gewoon iets wat dan hier een idee hebben natuurlijk. Mooie vrije doorgang heb je. Hey? Ik dank u.
Rechtsaf, hè? Ja, hou dat. Waar gaat hij? Windenergie. En dan hebben wij 2,7 km per uur. Kijk, dat schiet lekker op. Dat weet ik niet, maar het scheelt wel. Hoeveel was het nog naar huis? meter. As the crow flies. Boom, brood, en die legt in de Amstel. Oh nee, dit is niet Amstel, hè? Nee. Is dit dan? Weet ik niet. Nee, van de toepraak. Maar ik denk toch dat ik mijn klep dicht moet doen. En toch weer moet gaan peddelen. Wind is weg. Ja. Godverdikke man. Volgende keer toch maar op zonne-energie. Die is er altijd. We hopen zaterdag. Oké. Okay. Gaan we voor langs. Nou. Even spitten.